dammetjes klikken, daar kan je ook heen lopen. Ik weet niet wat Chris gaat doen, maar ik film het alvast. Want... Volgens mij gaat ze naar de overkant springen. Nee, springen. Maar het zou wel kunnen eigenlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Probeer het anders even. Met die camera. Ja. Van die home video's. Ja? Oh! Ik heb het niet helemaal goed op beeld staan. Ja, mag het nog een keer? Kom hierheen. Ja, met dat ding. Ik lukte het. Wil je het opnemen? Ja. Chris heeft net gezegd, ik lukte het toch ook. Kom dan, ik ben ook naar de overkant. Ah, bullshit. Mijn sprong was mooier. Je bent ook een meisje. Obstakel. Nog een obstakel. En Chris is ook een obstakel soms. Geen angst. Zo. We hebben net besloten dat we het bos in gaan. Dus even dat we het hebben opgenomen, hier ging het mis. Ja. Sfeerbeelden. Dat is mooi. Even bewijs voor smurfen filmen. Oh. Ja, het is alweer droog hier. Oh, hey. Ja, nog één keer, omdat ik het zo leuk vind. Hey, dit is ijs. Kan het kapot? Hallo. Is er wat? Vet is het bij. Huh? En je modder spet is bij. Ik heb gewoon even een pleziertje, mag toch wel? Tuurlijk. Ja. Ik heb waarschijnlijk heel erg misgefilmd voor de mensen thuis. Ik heb waarschijnlijk verkeerd gefilmd, maar het was heel rabattisch. Zo, ik blijf filmen, maar dit is een spoorweg, denk ik. Lijkt het op. En we komen daar vandaan. En hier rijden nog stoomtreinen volgens Chris. Die is een keer mee geweest, maar dat was niet zo'n succes. Want het stinkt en het doet pijn in je kont. En nou ja, goed. Maar wel leuk. Je mag er ook gewoon op staan trouwens. Kijk maar. Zie je? Dat doe ik gewoon. Dat vind ik helemaal geen probleem. Dat doe ik gewoon. Ja. Ik dacht eerst dat er een beetje in zat. Hey. Wil je het filmen? Ja. Oké. Okay. Ja, ik moet even het verhaal vertellen van dat we ijs hebben gekocht. En dat hebben we gekocht en toen dachten we, hey, we gaan naar Barneveld. Maar het ligt nu nog in de auto. En waarschijnlijk is het nu helemaal gesmolten omdat Peter zo nodig de markt wilde zoeken. Die we niet hebben gevonden. Dus bij deze sorry alvast daarvoor. Even een korte uitleg. Zoiets als dit staat er ook bij mijn school. En dat vond ik grappig. Hey. We staan voor het park. Het ijs is nog steeds aan het smelten. Maar zoals je ziet... We kunnen niet verder, dus dat staat iemand achter mij. We kunnen niet verder, nu weer wel. Oh.
Funny zo'n video's, fuck je! Yeah. Nou, we kunnen nu wel weer verder. Want we konden niet verder omdat... Omdat deze meneer een boom aan het doorhakken was. En daar stonden we zeg maar met z'n vijf te wachten. Hier zo. Nee, er gewoon even overheen. Ik snap het ook niet, maar dat heeft prioriteit hier in Scherpenzeel, bomen doorhakken. Maar we zijn weer terug. We hebben het park nog helemaal niet gefilmd volgens mij, dus dan doen we het gelijk even. Receptie. Oh, kutje, versleutel maar. Ja. Lol. Deze meneer hier zijn net zoeken, volgens mij. Zo, die vrouw groot haar. Ja. Dit is de security. Hartstikke vet. Ik heb mijn raam gelukkig nog openstaan. Nou, film ook maar. Dit is allemaal hartstikke high-tech. Hier de midget. Langs dat midget kon zijn in de regen. Dat was leuk. Ja, dat is leuk. Is toch leuk. En met de kinders. Hè. En we hebben de fiets verhuurd. Daar hebben we nog helemaal niks mee gedaan trouwens. Is dat niet echt weer voor? Nee. En dan zijn we er. Dan zijn we er al. Dit is het huis. Huis. We gaan altijd over het gras even parkeren. Anders dan lukt het niet. Oh Peter, wat doe je dat goed? Film je? Ja. Vandaag, ben je dan aan het maken? Nou, wat ik net heb gedaan is, ik heb een verscheidenheid aan kruiden. Heb ik zelf geplant en laten groeien, afgeknipt. Daar heb ik een bouillon van gemaakt. Heb ik laten intrekken, 3,5 uur. Toen heb ik nog wat ingrediënten gekocht. Dat heb ik staan snijden. Zo. En daar heb ik deze soep van gemaakt. Maar het lijkt nu net dat het uit een blik komt. Maar dit is gewoon voor de show. Maar... Ja, dus ik, Peter maakt zijn buikblik even. Hij doet ook eens wat. Ja, hey? Nee, ik vind het wel knap eigenlijk van mezelf. Nu kan ik ei en soep maken. Wauw. Nou, het is gelukt. En we hebben een pollepel ter grootte van een eierdopje. Dus overmorgen hebben we allebei lekker soep. Chris is trouwens ook vernieuwend bezig, want die heeft deze vaatwasser vol gezet. Nou ja, hè, vol. Goed, inzet. Je hebt het of niet. Maar ze heeft het wel geprobeerd. Ik was bezig. Toen moest ik van jou zeggen, oh, super klaar. Ja. En op een gegeven moment lag hier zo'n pan met allemaal teringzooi erin. Sorry, met allemaal troep erin. En toen begon Chris te gillen, alsof ze een muis zag. Nee, het zit niet met een vieze lepel naar mij te porren. Schrik niet van muizen. We gaan weer eten. Doei. Nou, dit is ons avondeten. Hè, Peter? Ja. Misschien krijgen we er ooit nog brood bij. Nou, dit dus.